Hallo, ik ben Rick. En welkom terug bij Kerbal Space Program seizoen 3. Dus... ik zal even uitleggen hoe het een beetje gelopen is met Kerbal Space Program tot nu toe. Seizoen 1. Dat was, het was aardig. Het was niet echt geweldig naar mijn idee. En niemand keek ernaar. Dus ja, na 12 afleveringen had ik hakker genoeg van. Aangezien het toen... niet quit. Aangezien het 12 views kreeg of zo, toen vond ik het wel leuk genoeg. En toen kwam een update uit. En toen ben ik seizoen 2 gaan starten. Alleen werd beter bekeken, wat ik leuk vond. En het probleem bij dat seizoen was dat... Ik had twee mensen op de maan, twee mensen op de Mimis. Drie op de maan en één op Mimis of zo. En wou ik een reddingsmissie voor starten. En dat ging niet helemaal goed zoals gepland. Dus ik was midden in een aflevering. Maar toen heb ik er uiteindelijk maar mee opgehouden. Want het was niks. Laten we een game starten, want dit wordt vervelend. En een goede naam geven dit keer. De vorige keer had ik het Let's Build genoemd. En ik weet helemaal niet waarom... waarom ik het gedaan heb. Zo'n 3. Laten we het maar zo even doen. ESA dingen. Dat is wel vet. Aangezien de Rosetta missie, ik weet niet of je het meegekregen hebt, maar was wel lauw. Eens kijken naar leuke. Ik vind deze wel leuk. Hoppa. Carrière modus, ja. Dus, maar wat ik het gevoel had bij dit spel tot nu toe is dat de... Het speelfactor in carrière mode heel snel voorbij is. Want op een gegeven moment heb je... Je hebt niet zoveel missies. Niet zoveel variatie, weet je wel. Dus toen had ik zoiets van... Ik weet het niet. Even kijken. Die wil ik wel hebben. Missing crew response. Nee. Auto hire before flight. Nee. Die kunnen we wel uitzetten. No. Entry purchase on research. Required. Oh ja, dat doen we ook nog wel in de start tool. Nee. Allow stock vessels. Nee. Start funding. Science rewards. Funds awards. Die zetten we op 80. Zo. Kijk eens aan. Accept. En nou is de beta updater. Dus het spel was dit spel erg goed. Hi, nice to meet you. Flight director, guide, bla 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 bla. Thanks. Dat snap ik allemaal. Het ziet er misschien een beetje apart uit dit, maar dit hoort. Wat ze nu gedaan hebben, is ze hebben deze dingen hebben ze zo gemaakt dat je ze moet upgraden. Dus je begint zeg maar in tier 1. Wow, dit ziet er een beetje interessant uit. Voor dingen als raketten die je kan maken en zo. Dus laten we eens even een paar missies gaan starten. Escape the atmosphere. Oh, je kan maar 2 contracten doen. Oké. Okay. Dus we moeten 5000 meter halen. Dus dat is nieuw. Het zit nu in beta. Het heet beta than ever. Beta dan ooit. Zo zal ik het noemen waarschijnlijk. Waarom ging ik hier ook weer weg? Ik weet het niet. Heel veel planeten hebben nieuwe biomes. Wat positief is. Zoals je ziet is dit aardig veranderd. En ik heb er al een beetje mee gespeeld. En het zag er wel aardig uit volgens mij. Zo. Hoppa. En hoppa. Zou dit 5000 meter halen? Waarschijnlijk wel. Laten we het hopen. En dan... ruimte. Oh nee. Atmosfeer. Schrijf waarschijnlijk niet zo. Schip. 1. dyslexie jongens. Heel mooi, heel mooi. Launch. Dus ja, alles kan kapot. Ze zijn trouwens... gewoon zeg maar om echt... Wow, wat een scare gebeuren, joh. Ja, dus dit is onze launchpad, blijkbaar. Dus... dit is niet goed. Dit is niet goed. Ja, zo.
Dus het zal ook waarschijnlijk wel uitmaken, zeg maar, qua hoeveel je op dat ding kwijt kan in verhouding met zeg maar welke tier dat ding is, zeg maar. Dus allemaal vette dingen. Dus deze is gedaan. 5000 meter gaan we ook halen. Nou, kijk eens aan. Solid fuel. En dat is onze eerste missie. Dus zeg maar, hoe wil ik dit seizoen aangepakken? Laten we het even daarover hebben, zeg maar. En ik denk dat ik een aardig idee heb. Want Kerbal Space Program is altijd wel minder bekeken op mijn kanaal. En dat vind ik ook helemaal niet gek eigenlijk. Aangezien een parachute kunnen we wat sneller afremmen. Aangezien mijn kanaal eigenlijk alleen maar Minecraft is. En daar wil ik veranderingen in maken. Dus dat je dat even weet. Ik heb een game klaar liggen, zeg maar, die ik ook nog wil gaan doen op mijn kanaal. Maar dat is ook een ruimtespel, zeg maar, om het zo maar te noemen. Een space game. Dus daarmee ga ik wachten totdat in ieder geval dit is afgelopen. En wat daarnaast naar mijn idee het ook nog is. Oh. Is dat de series heel erg verschillen. Dus wat ik bij Kerbal Space Program tot nu toe ervoor doe, wat ik dus ook vandaag doe, is live commentary, gewoon blijven praten, weet je wel. Gewoon 20 minuten gameplay, weet je wel. Wat ik met Rick speelt Minecraft doe, is ik zet een uur of twee, drie, Vita Beast ook, nogal langer meestal. Dan zit ik er gewoon zo lang. En dan doe ik delen, zeg maar. En dan kan ik steeds grote delen laten zien. Maken we veel progress, zeg maar. En dat is ook wat ik met dit wil gaan doen. Nou zal dat, zeg maar, progressief gaan worden. Dus, zeg maar, het begin van de serie zal het minder worden dan aan het eind. Aangezien het begin natuurlijk nieuw naar nieuw, grotendeels. Een beetje tips en tricks wil ik nog achterlaten hier en daar, als dat zou kunnen. Dat zou wel handig zijn op zich, zou wel vet zijn. Over dat hele tips en tricks gebeuren trouwens. Ik zat er ook aan te denken om een, hoe heet zo'n serie te starten? Een tutorial serie. Nu de beta is uitgekomen, want het zijn natuurlijk anders. En op zich, ik ken het spel aardig. In ieder geval dat ik een aantal tutorials kan maken, dus misschien is dat wel leuk. En ook zou ik nog te denken aan een modded Kerbal Space Program serie, wat misschien ook nog wel leuk is. Maar al deze dingen zullen zeg maar niet tegelijkertijd zich afspelen. Dus we zullen waarschijnlijk eerst deze serie afmaken, dan ga ik misschien modded doen of ga ik tutorials een paar maken. Weet je wat, dat zoiets moet je aan denken dan. Dus we moeten een beetje kijken hoe of wat we willen gaan doen. En uiteraard als jij zeg maar een goede suggestie hebt, laat die zeker achter in de reacties. En ik zal mijn best doen om daarop te reageren, zeg maar. Mooi. We hebben deze dingen alvast gedaan. Dus qua updates, je hebt nu zeg maar heel veel meer biomes op dingen als Mimis en alle planeten eigenlijk. Volgens mij, ik weet niet uit mijn hoofd. Dus wat dat betekent is dat je meer variabele science op één planeet kan krijgen. Dus je kan zeg maar naar verschillende plekken gaan op die planeet en dan krijg je verschillende signs. Hoppata. Dat is op zich wel aardig zo. Ah, wat mooi. Wacht, er is een soort van cameramodus toch? En dat je dan ook nog... Ja, zo. Is wel vet toch? Ha, het ziet er wel grappig uit. Nou ja, in ieder geval... Ho. Recover vessel. Kerbals hebben gebruikt voor het vliegen, dan zullen ze beter worden in vliegen. Gebruik je ze meer voor science dingen. Zeg maar research en weet ik veel wat. Dan zullen ze daar beter in worden. En wat dus resulteert in meer science voor jou, weet je wel. Dus die manier moet je... Hier, je krijgt nu ook experience.
Dus dat is wel mooi als we naar het astronautencomplex gaan. Dan moeten we even kijken of we. Kunnen we daar wat mee? Stability assist. Flight at Kerbin is 1 lock. Oh ja. Engineer. Dus je hebt zeg maar verschillende. Je hebt hier pilot. Pilot provide assistance in flying the vessel. Dus is te zorgen zeg maar. Is een soort van SAS. Engineer. Die zullen delen van je schip. Fixen zeg maar. In geval dat nodig is. En scientist die zorgt voor je data zeg maar. Dus dat is toch wel leuk. Even kijken, research and development. Ja, hier. Wow, dat is duur. Och. Research science limit 100. Oké, okay. Nou, we willen deze dingen alsjeblieft. Dankjewel. Dus, max 2. Surveys of Kerbin. Ook een nieuwe mod is. Er zijn twee nieuwe mods toegevoegd eigenlijk. Eentje is een contractenmod. En wat dat zorgt zeg maar voor even kijken. Acquire turbine objective near mummy waste crew report. Oh ja, dat hadden we ook nog kunnen doen. Ik moet weer even een modus krijgen. Even komen bedoel ik. Decoupler, booster, parachute. Even kijken, test, current, flying. 4800 tot 11.000. Oké. Okay. Dus dan gaan we deze doen. Dus daar moeten we even op letten uiteraard. Dus dan gaan we een raketje maken. En we moesten dus 22.000 meter halen, toch? Nou, dat gaat wel lukken op zich. Dit systeem is gewoon even wennen. Maar naar mijn idee is het wel wat makkelijker geworden. Tot op zekere hoogte in ieder geval. Zo. Hopma. We gaan even snel een raketje maken, wat niet te moeilijk is, zeg maar. Niet zie. Ik wil deze hebben. Zo. En zo. Volgens mij moet deze wel aardig hoog kunnen komen. Boosters. Kijk eens aan. Ja, oké. Okay. Dus ik weet niet of dit een beetje gelijk afgaat. Laten we het hopen. Atmosfeerschip 2. Save. Launch. Ja. Progressieve er in een aflevering zal zijn. En zal gebeuren. Dus daar. 3, 2, 1. Ik wil suggesties van jullie. Wat gaan wij doen? Flying, 22.000 meter. Wat voor dingen zullen wij gaan doen? Dat wil ik weten. Dat lijkt me super handig om te weten. Als jullie een beetje suggesties hebben, zeg maar. Crew report. Keep data. We kunnen het niet verzenden, dus dat is een beetje jammer. Ik ben ook een mystery goo vergeten mee te nemen. Is ook een beetje jammer. Ja, oké, okay, dus we zijn nu weer een beetje aan het afremmen, aangezien deze dingen natuurlijk weer leeg zijn geraakt. Maakt helemaal niet uit. Ik denk dat we er ver bovenheen gaan komen, boven de 22.000 meter, maar maakt helemaal niet uit. Altitude, we zijn er alweer boven, dus we moeten even zorgen dat we echt, zeg maar, daarin zitten als we dat gaan testen. Oké, okay. Dus kunnen we nog een crew report doen. Keep data. Heel mooi. 22.000 meter, kijk eens aan. Ah! Laten we dat maar even weg doen. Hoppata. Ho. En dan EVA. Kunnen we het... Astronaut. Oh! Dat is nieuw. Dus we kunnen nog niet naar buiten zolang we nog de EVA of de dingen is niet geüpgraded hebben. Oké, okay. Dat is iets waar we rekening mee moeten gaan houden. Oké, okay, laten we even wat sneller naar beneden gaan, want dit duurt me te lang. Ik bedoel, we hebben de brandstof toch, dus dat kunnen we net zo goed even gebruiken. Crew report, keep data. Het zal vast niet zo anders zijn. Oh. Zo.
Nou moeten we zorgen dat we niet te snel gaan. Als we die test straks gaan doen. Zo. 11.000 meter. En zie je, we gaan te snel nu, weet je wel. Dat bedoel ik ermee. Zo. We zullen ook nog wat afremmen aangezien de atmosfeer zo wat dikker gaat worden. Dus dan remmen we meer af uiteraard, maar... Oké, wat zijn we aan het doen, jongens? We vallen wel hard. We zijn weer aan het afremmen. Dat is toch mooi. En dan zodra we deze twee vinkjes gehaald hebben, dan gaan we de parachute activeren. Kijk eens aan. Ja! Hoppata. Dat is goed. We moeten ook het contractcentrum maar eens upgraden. Want dan kunnen we meer missies tegelijk doen. Dat zal wat effectiever worden, zeg maar. In plaats van dat we nu twee, dan kunnen we misschien drie of vier of vijf misschien wel zelfs wel. Dus daar moeten we uiteraard even rekening mee houden. Dat is wel handig. Ja, anders moeten we nou steeds... Zeg maar zo'n naar Space Center, stel we zouden in orbit zitten of zo. En dan moeten we nieuwe missies accepteren en dat zou gewoon een heel gedoe zijn. Het kan op zich wel, uiteraard. Maar ja, gedoe. Dus, oké. Okay. We zijn aardig lekker bezig op zich. Wow, dat was die booster waarschijnlijk. Ja, dus laten we even doorspoelen, aangezien we dit er net ook al gehad hebben. Hoeven we het niet nog een keer te zien uiteraard. En als zodra wij geland zijn, dan gaan we nog even een crewrapportje doen. En dan hebben we weer wat signs erbij. Dat is de bedoeling. Hoppata. Crewreport. Nou, laat maar zitten dan. Nee, niet Space Center, Recover Vessel. Hoeveel signs hebben wij? Opeens een zwart scherm, heel mooi. 2,6 science. Ach, wat mooi, wat goed. bijna 1000 funds. Uiteraard hebben we nog de science van de missies. Of hebben we daar geen science voor? Geen science voor. Escape the atmosphere. Oké, ik zit eens even te kijken welke missie we nu kunnen doen. En hoe we dat gaan doen. Laat maar even kijken. Oké dan, dus ik heb hier atmosfeerschip 3, wat eigenlijk de bedoeling is dat we uit de atmosfeer komen. Dus ik heb deze twee missies, dus we moeten space halen en we moeten 56.000 meter halen. En de ruimte is op 70.000 meter, dus dat deze twee, of als we deze halen, dan zouden we ook deze moeten halen. En wat ik eigenlijk wou doen is atmosfeerschip 2 pakken. En daar een extra booster of twee bij stoppen. Wat nou blijkt, dat was te zwaar voor onze launchpad. Dus dat ging niet helemaal door. Dus wat ik gedaan heb, is ik heb deze tank verdubbeld, zeg maar. Het was eerst een halve tank. En nu is het een hele tank. Dus als het goed is, zouden we hier een stukje hoger mee kunnen komen. Althans, dat is dan de bedoeling. En... steeds, hoppata. Dus hopelijk gaan we het hiermee halen. In ieder geval een van het... makkelijk. Ja. 70.000 meter, kijk eens aan. Dat is hoog genoeg. Dus ik zat ook een beetje te kijken naar upgrades voor de gebouwen. Ze zijn prijzig. Ze zijn niet allemaal een miljoen, zoals de R&D Center. Maar ze zijn prijzig. Dus daar moeten we even... op letten nog wel. Nog een halve tank vol, joh. Hoppata, kijk eens aan. Zouden we orbit kunnen halen, denk je? Gooi je weg. Space Center. Oké. Misschien kan het als we echt in de ruimte zitten. Dan accepteer ik snel even die andere missie. Dat we in orbit moeten komen. Space Center. Ja. En misschien lukt dat dan wel. Dat zou wel vet zijn. Waarschijnlijk lukt het niet. Maar goed. Het zal het te proberen, nietwaar?
Dus we gaan aardig. Snel deze in. Orbit current. Accepteer. En snel naar die toe. Got it. Fly. Oef. Stress. Nee. Helemaal geen stress. Maar wel even zorgen dat de dingen werken. We zijn in de ruimte, dus... Oké. Dus we moeten even wachten tot we op de apoapsis zijn. Dankjewel. Oh, we missen nu ook data zoals tijd tot apoapsis, weet je wel. Die mis ik. Dus dat is ook wel vet op zich. Erg onhandig, maar wel vet dat ze dat gedaan hebben. Gaan we het halen? Ik denk niet dat we het gaan halen. Nou, we hebben het geprobeerd. Komt aardig in de buurt. Maakt niet uit. Even een crew report. Ja, deze is meer waard. Niet echt, maar goed, maakt niet uit. Ah, nou ja. In ieder geval, ik ga deze landen. Wat ik ook ga doen, is even een paar van die... testmissies doen. Die hele saaie missies. Waar eigenlijk helemaal niks aan is. Die ga ik even doen. Dan hebben we wat geld en dingen. En dan gaan we de leuke missies, die gaan we dan wel samen doen, zeg maar. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je zin hebt in seizoen 2. 3 bedoel ik. En dan zie ik jullie volgende keer weer terug bij... Kerbal Space Program. Later.